Ja, het college wil graag dat de gemeenteraad het ambitiescenario kiest en de ambitie uitspreekt. Ik denk dat veel partijen daartoe bereid zijn om de ambitie op zich al uit te spreken om er een heel mooi museum van te maken. Maar daar heb je een aantal dingen voor nodig. Een business case, exploitatiebegroting. Wat gebeurt er precies in de 7 jaren dat het dicht is? Als je die informatie niet hebt, dan kan je wel zeggen, ik zou graag die ambitie willen. Maar dan heb je nog ergens een moment nodig om te zeggen, en ja, dat doen we wel of nee, dat doen we toch niet. Nou, het is eigenlijk best wel logisch natuurlijk dat partijen die willen investeren eerst willen weten wat de ambitie is van de gemeenteraad en van het college. Dus als wij kunnen zeggen van nou, wij zien het als ideaal dat er een mooi museum komt die naar een ander niveau wordt getild, dan hopen wij heel erg dat er ook financiering komt. Mocht dat uiteindelijk niet zo zijn, dan moeten we denk ik ook overwegen om dan niet dat ambitiescenario te doen. Dus het is wel onder bepaalde voorwaarden. Maar is die kans er nog om te zeggen, nou begin nu maar te tekenen aan de tekentafel met het meest ambitieuze plan, maar als het geld er niet is, gaan we toch een stapje terug? Ja, dat kan. Alleen dat kost dan wel 3 miljoen. Dus je kan terug, maar dan zijn we wel weer 3 miljoen kwijt, omdat er al voorbereidend werk is gedaan.